ik denk dat we voor gigantische uitdagingen staan. Dus economisch, om eigenlijk ook hier een sterke regio te hebben, een sterk land in een geglobaliseerde wereld. Dus economisch gigantische uitdagingen, dat gaat vragen dat we innovatiever werken, slimmer werken. En tegelijkertijd ja, ook op een fijne manier. Dus we moeten werkcontexten creëren waarin mensen ook langer met goesting werken. En verschillende generaties tegelijkertijd. Want binnenkort, binnen enkele jaren, zitten we met 5 verschillende generaties op de werkvloeren. Dat is nog nooit gezien. En dus het wordt hoog tijd dat we ons ook de vraag stellen van hoe gaan we dit anders, beter, slimmer organiseren. Als u nu mij vraagt wat is nu echt zo'n belangrijke hoeksteen van die nieuwe manier van werken, dan denk ik toch dat we moeten zoeken naar vereenvoudigde structuren waarin mensen eigenlijk vrijheidsgraden krijgen, vertrouwen, maar ook vrijheidsgraden in de mate waarin, de manier waarop ze het werk doen, waar, wanneer, dat ze binnen bepaalde resultaatsgebieden daar veel meer eigen keuzes in moeten kunnen maken.